uitleg is de diffusie, osmose, turgor en plasmolyse. Ik heb hier twee cellen in twee verschillende proefopstellingen. Boven, je ziet het al in de vorm, lijkt op een rode bloedcel, als een dierlijke cel. En hieronder, meer vierkant, is een plantaardige cel. Die cellen, die twee cellen, liggen in verschillende voedingsoplossingen. Gewoon een oplossing waar wat stoffen in zijn opgelost. Ik weet niet welke stoffen, die noem ik X. En ik heb deze band erin geplaatst om te laten zien dat eigenlijk dit is een andere situatie als deze. Ik ga eerst hiervoor staan. We gaan eerst naar links kijken. Het is een dierlijke cel. Die ligt in een concentratie, of een oplossing met concentratie X. En dat is een hoge concentratie, een sterke concentratie. Er zitten dus veel stoffen opgelost. Hier om die cel heen. Er zitten natuurlijk ook wat stoffen in die cel. Maar je ziet dat, ik ook maar X genoemd voor het gemak, dat de concentratie opgeloste stof in de cel kleiner zijn, want de letter is kleiner en die vierkante haakjes betekenen een concentratie kleiner in de cel dan buiten in de cel. X kan niet door die semipermeabele membraan heen. Kan er niet doorheen. Water wel. Wat gebeurt er? Om die oplossing gelijk te maken van concentratie zou dus X hier naartoe kunnen, maar dat kan niet. Helaas. Wat gebeurt er? Water gaat van de cel naar buiten. En die cel, die is eerst de zwarte lijn, die gaat krimpen. En dat is de rode stippenlijn. Dus die rode bloedcel die krimpt in een sterke zoutoplossing. We zitten bij die plantaardige cel. Dezelfde situatie als die rode bloedcel. De concentratie opgeloste stoffen hier is kleiner dan buiten de cel. Hier gaat ook water naar buiten. Er gebeurt iets raars. Ten eerste, krimpt, dat heb ik nou niet getekend, dat kan ik eigenlijk wel even doen. Krimpt die cel, want een klein beetje, er zit niet zoveel rek in, maar toch een beetje. Dus die krimpt iets, maar die celmembraan, al het water, dat gaat eruit, veel water gaat eruit. Die celmembraan komt los te liggen van die celwand. En dat noemen wij plasmolyse. Gaan we naar de andere kant kijken wat daar gebeurt. Dezelfde cel, met dezelfde concentratie, leggen we nu in een bak met water met een kleinere concentratie X. Nou, zoals je ziet, X zou van buiten naar binnen kunnen, maar die kan niet door die membraan heen. En hier zie je een porie, en wat kan water? Wel doorheen, water. Dus water kan door die porie, maar niet oplossen X. Dus, als X niet naar buiten kan, dan moet wel water naar binnen om X te verdunnen. En dat gebeurt ook. Water gaat van buiten naar binnen. En de concentratie X die neemt af. Als die concentratie afneemt, dan zwelt natuurlijk die cel op. En die cel, die wordt, dat zie je hier in die rode lijn, die wordt groter. De rode bloedcel, die wordt echter zo groot, dat, en hier zie je, bam, hij knapt. Er gaat zoveel water in, de celmembraan kan het niet meer houden. Gaan we kijken wat er gebeurt bij die plantaardige cel. Er gaat ook water naar binnen, want de concentratie opgeloste stoffen hier is groter dan daar. X kan niet naar buiten, dus moet er water naar binnen. De celwand, de buitenste rode lijn, die wordt iets groter, want de celinhoud die groeit en die drukt tegen die celwand aan. En je ziet hier dat die celmembraan, die drukt keihard tegen die celwand aan en die groeit dus ook iets. Dit is het moment dat als we nou zo hier die cel even zouden voelen, zou die keihard zijn. En een keiharde cel noemen we een cel turgor. We hebben dus vier situaties, dierlijke, plantaardige cellen, in verschillende concentraties. Dat is belangrijk in de biologie, komt vaak terug, diffusie en osmose. Fusie is dus transport van stoffen door beweging van moleculen of ionen. En osmose is diffusie van water. En dat is wat iedere keer weer hier optrekt. Osmose, osmose, hier ook osmose en daar osmose. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Kijk het nog eens en dan stel vragen.